In deze LTO-update, de Europa-week, die volgende week van start gaat. Vol interessante activiteiten om voor u aan deel te nemen. En verder, ontwikkelingen in het formatieproces en in het coronadebat. In de week van 10 mei organiseert LTO Nederland de Europa-week. Een groot deel van de wetgeving waar we in Nederland mee te maken hebben, vindt zijn oorsprong in Brussel. Maar hoe werkt de Europese Unie? Hoe zit de Brusselse lobby in elkaar? Deze en nog vele andere vragen komen aan bod in verschillende interactieve webinars. We gaan in gesprek met Europarlementariërs. We organiseren een digitaal werkbezoek over de Brusselse lobby. En, heel bijzonder, een gesprek met klimaatcommissaris Frans Timmermans. Zijn plannen voor de Green Deal gaan een grote impact hebben op de agrarische sector en voor u als boer. Zorg dus dat u erbij bent om uw kritische vraag te stellen of opmerking te maken. Om gezamenlijk de stem van de agrarische sector te laten horen. Meld u aan via de link in het bericht bij deze video. Vorige week presenteerde informateur Herman Cenk Willink zijn eindverslag van de informatiegesprekken. In dit verslag werd het op korte termijn oplossen van de stikstofcrisis als één van de belangrijkste inhoudelijke punten gezien voor het volgend kabinet. Volgens Cenk Willink om de bedrijvigheid te herstellen en de woningmarkt vlot te trekken. LTO Nederland blijft zich onverminderd inzetten op dit thema om ook de belangen van de land- en tuinbouw zo goed mogelijk in te brengen. Hoewel de Tweede Kamer tot en met 10 mei op reces is, gaan de coronadebatten door. Een van de thema's die spelen is de quarantaineplicht voor reizigers vanuit het buitenland. Dit zou ook van toepassing kunnen zijn op seizoensarbeiders. LTO Nederland zit er bovenop om te zorgen dat seizoensarbeiders vanaf dag 1 op een veilige manier aan het werk kunnen, zodra de seizoensdrukte op onze bedrijven losbarst. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws en ontwikkelingen binnen de agrarische sector en LTO Nederland? Abonneer je dan nu op ons kanaal en bekijk ook onze andere video's.